Yo allemaal, ik ben Devin. Ik ben Tim Tigran. Het is weer tijd voor een nieuwe stickers plakken op de gekste plekken. Dit keer zijn we in Den Haag. Laat alvast een like achter en zorg dat je geabonneerd bent, want dan maak je kans op deze stickers. Je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. GoPro, start recording. Thanks. Yes, eenmaal geslaagd. Zullen we gelijk het volgende zoeken? Ja, sowieso. We zijn zelf niet heel erg vaak in Den Haag geweest. Dus het is even goed naar die spot zoeken. Precies. Maar het komt helemaal goed. Peter, man. Zo, deze was heavy, die drop. Good for hey, we hebben even gezocht naar een toffe plek waar we naar boven konden zodat je een beetje uitzicht hebt. En Devin, die wist wat. Yes, hier hebben we namelijk een garage. We moeten wel zonder camera naar binnen sneaken, want anders hebben ze ons al gelijk door. Maar daar kun je heel makkelijk op het dak. Oké, nou laten we het doen. Oké, let's go. We zijn in de lift, dus vrij safe. Laten we naar de 12e verdieping gaan en dan 2 verdiepingen zelf lopen. Het is best wel simpel en klein, trouwens. Alleen het politiebureau staat er recht onder. Hele nare piep, dat is tegen hangjeugd. Ah, dit is wel kloten, dit is echt kloten voor je oren, man. Die is er al op, nu moet ik nog met de camera. Maar dan gaan we goed komen, toch Def? Ja, sowieso. Yes, 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 we zijn boven. Echt, het uitzicht is hier niet normaal vet. We gaan even snel een stickertje plakken. Want dat moet natuurlijk wel als je op zo'n hoog dingetje staat. Waar zou ik hem doen? Ja, laten we hem hier gewoon op het hoogste puntje doen, man. En dan naar de stad toe, denk ik. Hier. Op dit ding. Ja. Nou, dan gaat hij. Hoogste puntje hier zo.
jongens, kom vooral niet zoeken. Doe dit niet na. We doen het voor jullie om te entertainen. Omdat wij inderdaad gewoon getraind zijn dit vaker doen. Doe dit niet, oké? Okay? Hier zo. Boom. Yes. Lekker man. Yo yo. We gaan nu naar beneden. Ja, er staat want... iemand is meegekomen. Danielle staat er alleen, hè? Ja, Danielle staat daar met iemand te praten, dus wij gaan even nee, daarheen. Ik kom nu naar beneden. Ja, laten we gaan. We komen eraan. Hey, ik weet niet wat jij doet, maar doe voorzichtig. Ja, sowieso. Terug is altijd engst omdat je dan die diepte ziet. Maar dit valt wel mee, is wel een leuk grapje. Maar omdat die reling zo verroest is, zijn van die verroeste oude trappetjes, dat maakt het zo rot. We hebben natuurlijk elk plekje gehad hebben, dus we gaan gewoon random hier zo'n stellage. Ik klop op die raam alsjeblieft. Kloppen? Ja, even op die raam kloppen. Hoezo? Ja, doe eens even alsjeblieft. Ja, ik daar geen mensen dat doen. Ja, doe nee, even kloppen en dan gewoon doorlopen naar beneden. Zo zag je, ik heb ze een keer ja, mooi. Maak de mensen wakker. Ja, top. We hebben hier een heel klein muurtje gevonden. We gaan heel even kijken. Ik denk dat iemand achtertuin is, dus we willen niemand storen natuurlijk. Het zou een beetje asociaal zijn. Maar anders doen we gewoon op dat randje. Ik heb even snel Daniel opgehaald, die gaat mee, want die vindt hier beneden niet zo lekker om te wachten. Dus nu moet je ook klimmen. We zijn nu boven op het kleine dakje. Met z'n drieën. Inderdaad. En we gaan proberen nog een klein stukje hoger te komen. Toch? Ja. We moeten snel terug, man. Let's go. We zitten aan het lopen. Ja. Oh.
slaat echt nergens op. Denk ik. Devin, die ging naar beneden net, allemaal gefilmd tussen GoPro. Toen brak die dakrand af. Ik heb hem helemaal weer terug in zijn plaats gezet. Dus uiteindelijk was het wel goed weer, gelukkig. Maar dat sketchy, ik viel gewoon half. Dit was denk ik de laatste klein van vandaag. Wij gaan snel door. Zo, ja. Nog even een autootje. We zien jullie beneden. Yes. Ik zie daar mensen. Beneden zijn mensen. Dev, kom. Nee bro, het gaat wel gewoon zo. Dat is helemaal niet stevig. Snelweg zijn al in de gaten gehouden. Shit, brak ja, man. Iedereen heeft ons hier wel gezien. Oké, okay, let's go. Lekker. We zijn net daar helemaal op geweest. Ja, en we zijn net in de gaten gehouden. Die jongen, dikke camera's, jongen. Dikke camera's. Maar die camera's had ik natuurlijk al lang gezien. Ja. Maar ik denk, ja, ik ga het niet zeggen, want dan is de spanning er vanaf. Vond je het niet eng om erop te gaan? Ja, ik vond het heel eng. Maar ze heeft het wel goed gedaan. Even een duimpje omhoog voor Danielle, sowieso. Ja, hier staan we dan op dezelfde plek waar we zijn begonnen vanochtend. Precies, we hebben een heel rondje Den Haag gehad. Hier klommen wij als eerste op. We hebben echt super ons best gedaan om toffe plekken uit te zoeken. Ja, dus laat zeker nog even echt die duimpjes achter. Precies. Zorg dat je geabonneerd bent bij de 35.000. Springen van een hoge brug af. Als je die video nog niet gezien hebt trouwens, ga hem even checken. Sowieso. Zien we jullie de volgende keer weer. Later. Nou, we zien wel waar we nu uitkomen. Oh, wat doe je nou? Nu mag het een piepje of. Jezus, dat heb ik van Jezus. Hier. Dat is niks, dat is een liftschacht. Nou, even kijken. Wees ik ook hier zo naar het dak komen, toch? Nee. Dat is niks, hè? Dat is die schacht van die lift. Ja, normaal heb je zeg maar helemaal boven op het gebouw. Kan je zeg maar op het dak komen door zo'n deurtje. Maar ja, het zit hier vaak niet. Wel, ja. Helaas. Tot af, Jeffrey. Altijd papiertjes natuurlijk netjes in de prullenbak gooien, jongens. Sowieso, milieu is heel belangrijk. Ja. Hier ligt iemand kleren nog. Dit is een spot. Kijk, iemand heeft hier zijn Air Max laten liggen en zijn joggingsbroek. Ja, ik laat heb mijn GoPro liggen. Erbij, als je hem vindt, mag je hem hebben.